De Oranje Vrouwen hebben vrijdag hun tweede WK-kwalificatiewedstrijd met speelgemak gewonnen. De Europees kampioen was in Senec met 0-5 veel te sterk voor Slowakije. In Slowakije opende Stefanie van der Gracht al vroeg te scoren. Nog voor rust liep Oranje uit naar 0-3 doortreffers van Sherida Spits en Viviane Miedema. De Spits was direct naar rust wederom trefzeker. Van der Gracht zorgde in blessuriteit voor het vijfde doelpunt. De equipe van bondscoach Sarina Wierman was de kwalificatiereeks een maand geleden begonnen met een benauwde zege op Noorwegen. 1-0, die kwam pas in blessure tijd tot stand, door de tweede zegen staat de ploeg bovenaan in groep 3 met 6 punten uit 2 duels. Ierland, dat eveneens 6 punten verzamelde uit de eerste 2 duels, is dinsdag in het uitverkochte stadion in Nijmegen de volgende tegenstander. Van Veenendaal de moest het in het vrijwel lege Slovaakse stadion stellen zonder Sari van Veenendaal. De pster werd vervangen door Angela Christ. Die een van de eenzaamste wedstrijden uit haar loopbaan kipte. Het spel speelde zich namelijk vooraf op de Slovaakse helft. Al na zeven minuten zat de bal erin. Toen van der Gracht uit een hoekschop van Spitze vrij mocht inkoppen, Oranje kreeg daarna voldoende kansen op de 0-2. Maar het vizier stond niet altijd op scherp. Vlak voor rust schoot Spitze verdiende 0-2 er op fraaie wijze alsnog in. Ze verraste de Slovaakse kpster met een vrije trap van grote afstand, die over het hoofd van de doelvrouw in het net zeilde. Via Midema, krul in de verre hoek na een hoekschop ging Oranje zelfs nog met een royale voorsprong de rust in. Direct na de hervatting was de spits van Nationaal wederom tref zeker, nu op aangeven van Sianissa van der Sanden. Van der Gracht Oranje kreeg daarna nog voldoende kansen op een vijfde treffer, maar mede doordat de Slovaakse vrouwen daar alles aan deden om een doelpunt te voorkomen, stokte de tellen lang bij vier. In blessure tijd kopte Van der Gracht alsnog de 0-5 binnen. Wiegman haalde in de slotfase belangrijke speelsters als Lieke Maartens, die niet altijd even gelukkig in haar acties was. Danielle van de Donk en van de Sande naar de Kant. Met het oog op het duel van dinsdag met Ierland, Nederland en Noorwegen gaan normaal gesproken uitmaken wie de nummer 1 wordt in groep 3 en daarmee een rechtstreeks ticket voor het WK van 2019 in Frankrijk pakt.